Sociaal-Democratische Unie, SDU, zo heet de nieuwe politieke partij van Celsius Waterberg, die gisteren officieel is gepresenteerd aan de gemeenschap. Met de proclamatie van zijn partij heeft de politicus duidelijkheid gebracht in zijn politieke toekomst. Waterberg heeft kort terug de BEP verlaten. Het was daarna niet duidelijk wat hij verder zou doen. De SDU-voorzitter zegt dat hij met zijn nieuwe partij vooral wil opkomen voor de belangen van sociaal zwakkeren. De mensen hebben weinig kans voor ontwikkeling in de samenleving. Voor de mensen die kan ontwikkelen, voor de troon ook toe. Want ze kan niet gewoon goed leven in Suriname. Want dan hebben ze 600.000 zielen voor nu. Had de mogelijk. Nu dat nog de moronas in Suriname. En zo wens je dat de belangen voor armste deel voor het volk, dat nog deze zo goed gediend lijkt van mijn woning, van mijn gezin. En ik denk dat we alle evenieren ook doen. Dat de moro poti wan, ik moro poti alle die. En de moro goedo wan, ik moro goedo alle die. Dus dat nou aan zijn zijn, eigenlijk moet je een balans komen met SDU in de samenleving. En dat naar balans zou want je komen. En we zijn ook toe dat we zien, we moeten dat bekende voor trappartij of een partij dat we splits af. Dat gewoon nieuw vers. SDU-voorzitter Waterberg die benadrukt dat zijn partij geen afsplitsing is van een andere politieke organisatie. Volgens de politicus moet de SDU weer inhoud geven aan de ideologische basis die partijen vroeger hadden. Waterberg benadrukt dat hij wel mee zal doen aan de komende verkiezingen. De politicus heeft er bewust voor gekozen niet naar een andere partij te stappen. Dat is mogelijk. Het kan. Dus mannen moesten zeggen dat die jong partij, dus in een mogelijkheid. Jong partij, in een vast voor winnen. Maar ik kan winnen, heeft dus mij begrijp je boodschap. En een boodschap zijn we, wat je gaat door je afvallen, nadat alles maar moet begrijpen waarvoor we gaan en zo we gaan doen. Maar natuurlijk, ik kan gewoon met een partij dat Waterberg. En je komt in een goede positie, maar je kan weinig inbrengen voor de mensen waarvoor je zegt dat je opkomt. Voor zij weten dat dat niet. Waarom zeg ik dat? Ik zeg dat omdat je opkomt in een partij die kwam nieuw versie. Allemaal dat zijn jullie dat niet. De man dat ik 30, 40 jaar de man die in een partij, ik bloed er in een partij, dat Johan kon opkomen voor dat ik van 40 zoals mijn groep. Dus ik wil niet, en ik denk dat Waterberg, en mijn voor Waterberg begint om te zien aan de man dat ik, aan de man dat gisma. Dus ik wil daarom een bewuste keuze hebben gemaakt om een andere partij te beginnen. Met frisse mensen, frisse moed om die uitdaging uit aan te gaan. Om dit volk te wijzen dat het anders kan. Het kan anders. Celsius Waterberg gisteren tijdens de proclamatie van zijn nieuwe politieke partij SDU. De proclamatie vond plaats in het bondsgebouw van de EBS aan de Drambrandersgracht. De partij zal zich vooral sterk maken voor hulp aan de sociaal zwakkeren, een verbeterde gezondheidszorg en het omlaag brengen van de werkloosheid.